Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe leuke video van Content Badass. Ik ben hier met Jonne, we spelen The Forest. Content Badass! Het gaat over kannibaaltjes. Het is al een game die al een jaar uit is, maar... Maar ze hebben het nog steeds niet gefixt. Nou, het is nog steeds alpha. Maar, nog steeds. En we gaan het gewoon voor jullie spelen, want ik vind het zelf heel erg leuk. Jonne. Ja. Jonne, waar ben je? Hier achter je. Catch. Oh, ik wil op je hoofd gooien. Hertje! Ja, gooi hem te doden. Oh, joh, is dat hertje gedood. Hij is al dood. Hij bleef zo stilstaan en denkt, kak, speermelot. Oh, nog een hartje. Niet Jordi, ik hartje. Jordi, ik zit in het vliegtuig. Kut. Oké. Okay. Kijk dan, Jordi. Ik zit onder het vliegtuig. Jordi, kom krautje. Kom. Die pakt ze ons nooit. Wacht, ik kom er niet in. Kan jij er niet in? Oh, ik kan er al in. Oh. Hallo. Hoe kom jij erin? Gewoon er doorheen lopen. Ja. Jordi, ik zit weer in het vliegtuig. Wacht, ik ook in het vliegtuig. Jordi, kijk eens naar mij. Hans Klok. Je loopt er gewoon door in de vliegtuig. Jordi, kijk, ik kan op het vliegtuig staan. Ik kan gewoon door het dak. Kijk, door het dak heen. Hoe de fuck, jongen? Wacht, kan ik hier niet via de vleugels op het dak? Oh, geniaal. Kom op. Anders staan we dan zo. Ik wil op het dak. Ja! Ik zit ook op het dak. Oh, ik val er gewoon weer dwars doorheen. Ik loop op het dak. Ik ben via de vleugel gegaan. Dankjewel, The Forest. Bambi! Jonne, kill Bambi! Bambi had wel... Oké, we gaan boven. Ja, daar gaat hij. Hij springt helemaal niet geklitst. Heb je eten of drinken voor mij? Want ik kan niet rennen of wat dan ook doen. Ik kan eens boompjes. Ja, ik heb heel veel shit. Ik heb niet eens stamina om boompjes om te hakken. Het is Bambi! Kill Bambi, er zitten overal herten. Oh, hij rent hier. Stop met rennen. Door het vliegtuig, Jordi, door het vliegtuig. Ja, ik kan niet door het vliegtuig heen. We moeten even vuur maken, Jonne. Oké, okay, wacht even. Met B crash je toch niet? Ja, met B. Nice. Click to place. Ik heb een vuur, Jonne. Ik heb geen aansteker. Ik wel. Hij is nice. Aan. Ja, ik zag het. Even een steentje. Ik ga eventjes een aantal rekken maken voor stenen en dat soort dingen. C. Oh. Ik kook, Jonne. Kook je, jongen. Oh. Ik ga alles koken. Kook alle beef. We gaan een hert eten, Jonne. Feestmaal. Holy shit. Het is wel echt, inderdaad wel echt een feestmaal, oh, hoor. Vogel. Ah, hij vlucht net weg. Ik neem aan dat we hier nog wel een tijdje willen blijven, aangezien we een hele civilization opzetten, terwijl ons vliegtuig gewoon zwaar gecrashed is. Eat. Ik eet, jongen. Verdomme Bambi! Jongen, er liggen nog twee hierop. Ah nee, ik eet ze allemaal. Jij hebt toch eten in inventory, of niet? Ja. Ja. Ik heb full health en shit, dus ik kan ook gewoon... Ik heb ook allemaal soda's en zo. Oh, ik moet niet gaan rennen. Rennen is echt zonde van je energie. Ja, hij valt die boom niet. Oh, hij valt. Recht op mij. Ja. Ik vind het zo hij rolt ook gewoon van me af. Yo! Wat? Holy shit, al die logs. Waar heb jij je oud-duizend huisje? Oké, hier zit ook nog een log. Oh, hey. Al die logs. Die logs zijn zo geglitched. Ah, en het huisje dan? Oké, we moeten nog wel aardig wat bouwen, maar dat is geen probleem. Hij haakt de boom niet om. Oh, nu wel. Doen. Jonne, ik heb boos. Ja, daar kan je molotov van maken. Molotov, hé. Hey, dit keer was ik het niet, hè? Niet zij. Nee, dit keer was ik het niet. Boompje. Waarom duurt het zo ontiegelijk lang voordat eigenlijk al die bomen uit elkaar vallen? Ja, ik weet het. Het klinkt raar en dat is het ook. Jonne, ik heb een molotov gemaakt. Gooi maar niet op mij. Ik gooi hem op die. Zou ik in de fik? ik sta in de fik. Ik zie geen eens vuur. Ik kan alleen zien als ik naar recht naar beneden... Oh, ik ben maar uit. Heb ik een boom in de fik gezet? Een onzichtbare boom? Kan niet. Ik zie namelijk weer vuur vliegen. Bambi! Nou, terug! Bambi.
Oké, als je stenen zo vindt, kan je ze in die rekken stoppen. Ja, steen had ik gedaan, ja. Heb je ook zo'n ding voor takken? Ja, de meest rechtse. De middelste zijn logs. Waar ook nog twee logs in zaten. Hij valt weer om. Het wordt natuurlijk ook nacht. Ja, als het nacht wordt, dan is het helemaal kut. Maar tot nu toe hebben we nog geen hoorde tegengekomen. Nog geen kannibalen. Hou ze wel van ons. Oh, het begint nacht te worden, Jonne. En daar heb ik ons dus een zojuist gered, Jordi. Wat heb je gedaan dan? We gaan een tree-platform maken. Oh, dat is nice. Het kost niet zoveel en we zijn alsnog gesaved. Het kost er maar 14. Ja. Ja, maar dat is ook het goede eraan, want dan... Dat is zo gedaan, toch? 14 logs? Yep. Dat is niet zo... Dus... Ik hoop het. Ik hoop dat het zo gedaan is. Ik wil nou ook veilig zijn. Ik ook. Maar we zijn nog geen mannetjes tegengekomen. Nee. Kan nog wel gebeuren. Hey, waarschijnlijk is de game gewoon geglitcht en al die kannibalen zijn vervangen door hertjes. Sowieso. Ja, ik ben zou me niks verbazen. Ik ben gewoon zoveel hertjes tegengekomen. Hé, hey, een vogel. Kill de vogel. Oh, de vogel is dood. Hé, hey, nog een vogel. Oh, die miste ik dan. Nu is hij ook dood. Door die verzamelde boomstammetjes. Ik heb vogels gedood, Jonne. Het wordt donker, maar we zijn niet echt in gevaar of zo. Ja, het is nog geen donker. Maar misschien komt omdat we aan zee zitten. Ik ben nog nooit aan zee gecrashed. Oh, natuurlijk. Het zijn die piraten die ze weghouden. Ik heb een boot. Ik zie een boot meer, Jonne. Oh, daar kunnen we shit halen. Waar ben je? Nee. Een boot op strand. Een roeibootje. Een roeibootje? Ja, een houten roeibootje. Kunnen we erin varen? Ik viel weer. Ik zie niet hoe hoog het is. Oeps. Ik zie niks. Het is niet slim wat ik aan het doen ben. Ik word heel voorzichtig. Weet je dat het kut is, Jordi? Het huis is helemaal wit, weet je wel? Ja. Dat doet pijn in je ogen. Ja, inderdaad. Even kijken. Ik zie... Zijn het kiezels? Die geef ook gewoon overal random logs. Oh, het is nog gewoon... één log en het tree-platform is klaar. Ik heb hoe heet het gevonden? Rope. Oh, nice. Dat kunnen we gebruiken om een bow and arrow te maken. En misschien hebben we dat nodig om... om op ons platform te kunnen klimmen, of is dat niet nodig? Nee, dat hebben we niet nodig. Raar. Jordi, ik zie een enorm spinnenweb. Ik heb geen idee hoe ik erboven moet komen. Heel eerlijk gezegd. Ik ben hier wel naar beneden. Later, nerd! Oh, Jordi, ik ben hier ook. Ik zou niet naar beneden gaan, Jan, want ik heb geen idee of je... Achter je! Of je weer naar boven kan. Kan ik weer naar boven? Ga ik de goede kant op? Hoe stel is dit waar je net op klom? Helemaal zo stel. Ah, fucking stel trouwens. Inderdaad. En toch liepen we er gewoon op. Hé, hey, ik ben ook boven, Jonne. Hé, ik ben ook boven. Het is een wonder. Wonder boven wonder. Holy fuck, dat wit is inderdaad echt fucking wit. Jullie nog maar één log en het tree-platform is af. Ik zie het tree-platform. Oh, dat zit achter. Oh, ik moet even... Holy shit, het is zo wit. Oh, holy shit. Nog één log? Oh ja, nog één. Heb jij een log of moet ik even een boompje hakken? Ja, ik ben nu al bezig met het boom hakken. Oké. Dan ga ik even opnieuw vuur maken, want... We hebben geen vuur. Zou ik een soort huisje neerzetten? Ja, zet hem gewoon voor het huisje en naast het platformpje hier. Ik zet hem lekker hier zo neer. Hij is af! Klim met een boomstam omhoog! Wende, Jordi. Oh, ik heb meer stenen nodig. Jordi, zie je mij in de lucht zweven met een boomstam? Nog niet. Ik heb even... Hey, hartje. Jordi, kijk eens achter je. Of kijk eens naar mij. Zie je mij? Als een... Koffer. Wacht, waar ben je? Oh, ik heb stenen nodig. Ik zie je naam niet eens. Oh, daar ben je. Nee, ik zie je niet vliegen. Oh, en ja, nu niet, nee. Maar... Kijk, Jordi, hier ligt teen van stenen. Ja, ik had vergeten dat ze... Nou, niet vergeten. Ik pakte... Stok in plaats van stenen. Wacht, hebben we genoeg plaatjes? Oh nee, hij is klaar. Zet hem in de fik dan. Waarom wil hij niet aan? Waarom wil hij niet aan? Ik druk op E. Ik druk op E. Waarom wil hij niet aan?
Ga aan dan. Oh, nu is hij niet aan. Het is hier zo donker. Het is licht, Jonne. We hebben vuur. En ik ga er eten op shit doen. We zijn nog helemaal geen mannetjes tegengekomen. Of vrouwtjes. Ja. Vind je dat erg? Nee. Ook niet. Ik ben heel blij. Oh shit. Wat? Ik sta aan de fik. Alweer? Ik liep het vuur in. Jij zat wel echt vaak in de fik, hè, Jordi. Eén keer gooide ik een motor van mezelf. Jordi staat in vuur en vlam. Ik ben nogal heet. Ha! Gay! Was dat niet grappig? Nou, oh. Ik zie je gewoon zonder animatie omhoog klimmen, fantastisch. Zullen we hier het einde aan doen van de allereerste aflevering? Ja, dat is goed. Oké, dank jullie allemaal voor het kijken naar deze leuke video. Vond je de volgers nou echt leuk? Vond je onze commentaar nou leuk? Vergeet vooral te laten weten in de reacties. Vergeet niet. Dat zei ik toch? Ja. Ja, dacht ik ook. Maar vergeet het dus vooral in de comments te zetten. Gewoon of je meer hiervan wil zien, want wij vinden het zelf heel erg leuk. We willen het al een tijdje recorden. Het was nog steeds geglitcht. Het is nog steeds geglitcht. We kunnen gewoon niet langer wachten. Dus in episode 2, laat het blauwe duimpje achter. Doei Jordi. Doei.